Hondensportvereniging Almelo hield zondagmorgen Rally O-wedstrijden op haar trainingsterreinen bij het Wendelgoor. Rally O is begonnen vroeger ook als wedstrijdspot. Dat is op het moment niet meer zo. En tegenwoordig zou ik het eigenlijk liever GLBZ noemen. Gewoon lekker bezig zijn met je hond. Dus het begon als een officieel Rally O parcours. Aan de hand van formuliertjes waar opdrachten op staan, voer je die uit, ga je rondje lopen. Maar wij hebben er nu een stukje behendigheid in gedaan. Een stukje doggy dance. Als een cursus met een leuke oefening komt die te doen is voor iedereen, stoppen we die er ook in. Gewoon lekker bezig zijn met je hond, leuk contact krijgen met je hond, samen een gezellige uurtje hebben, avond hebben. Rally O heeft verschillende onderdelen. Je hebt een volledig parcours, je hebt losse oefeningen, je hebt bordjesoefeningen en je hebt ook een aantal behendigheidsoefeningen die daarin zijn verwerkt. En wat eigenlijk heel leuk is aan Rally O is dat als je oudere hondjes hebt die bijvoorbeeld geen behendigheid meer kunnen, of op wat voor manier dan ook geen hoge sprongetjes, Rally O is alles op een lage manier en kan je hond iets niet, doen we het niet moeilijk, dan slaan we die oefening gewoon over. En ben je zelf beperkt in iets, ook geen probleem, alles wordt aangepast. Wat niet wil zeggen dat we eigenlijk een gehandicapte sport zijn voor hond of mens, totaal niet. Ook hele jonge en actieve mensen doen mee, maar alles wordt aangepast. Dus het is voor iedereen toegankelijk. Wij oefenen bijna alle dagen in de week, dinsdag, woensdag, donderdagavond. Mensen zijn daar ook vrij fanatiek in, die oefenen ook veel zelf. Die maken thuis zelf ook attributen en oefenen daar ook heel veel verder en nemen dat ook weer mee hier naartoe. Ja. We proberen nu 2 keer per jaar een wedstrijd te organiseren. Dus in het voorjaar en in het najaar. En we hebben gelukkig een sponsor gevonden. Jan de Rode, daar zijn we ook helemaal blij mee. En we hopen dat dit zijn voortgang vindt. Gewonnen, hè? Ja, dat had ik eigenlijk van tevoren niet verwacht. Ik had me al ingeschreven om mee te doen. En toen later hebben we toch bedacht dat we de oefeningen los gaan doen. Dus toen moest ik achteraf ook nog chireren. Maar tussendoor heb ik ook nog zelf mee kunnen doen. Bij HSV geven we eigenlijk bijna alles. We zijn natuurlijk gedrag en gehoorzaamheid. En dat betekent dat je met de pups hier kan komen, socialiseren. Dan kan je de puppycursus doen. Jonge honden, naar de jonge honden de A, de B, de C, de C+. Een stukje heel goede behendigheidsgroep hebben we. En we hebben de Rally O groep. Super gedaan, hartstikke mooi. Goed zo. Kijk eens, alsjeblieft.